Oh yeah. Komt-ie aan. Komt-ie aan. Komt-ie aan. Komt-ie aan. En hij stopt op een moment. Dat hij niet meer kan. Niet meer blijven kan. Niet meer blijven kan. Oh nee. Oh yeah. Oh papa. Pa, pa. Oh papa. Pa, pa. Oh. Dit is een bijzonder songfestival. We zijn in Portugal. Want hier gaat de 6e editie van het songfestival voor mensen met een verstandelijke beperking plaatsvinden. En dat zal gebeuren in dit theater. 12 landen strijden voor de Europese titel. Dat zijn naast Nederland Groot-Brittannië, Finland, Roemenië, Hongarije, Denemarken, Oostenrijk, gastland Portugal, Tsjechië, Polen, Servië en België. In 2001 behaalde Pim Avondrood voor Nederland de eerste plaats met het nummer Conte Partiral. Afgelopen editie in 2005 vond plaats in Oostenrijk. Helaas wist de Nederlander David Silversmit de jury hier niet helemaal te overtuigen, want Portugal ging er met de eerste plaats vandoor met een opmerkelijk muzikaal stuk. En volgens traditie organiseert het winnende land het Songfestival de keer daarop. En het belooft een spannend Songfestival te worden met een stevige vertegenwoordiging van de Oostbloklanden. Maar ook de Scandinavische landen zijn getipt als kanshebber. Laten we duimen voor Nederland. En hier in Portugal gaat het dus allemaal gebeuren. En degene die het voor Nederland moet gaan doen, onze trots, is Danny Smorenburg. En hij staat hier binnen te repeteren. En dit is dus Danny, onze Nederlandse inbreng op het Songfestival. Danny is 20 jaar, heeft een licht verstandelijke beperking en komt uit het Gelderse Rossum. Hij zingt het nummer Blije Mensen, gecomponeerd door Hans Wigge. Die hits heeft geschreven voor onder andere De Zangeres Zonder Naam, Marianne Weber en Danny Christiaan. Een feestje bouwen kan Danny zo te zien zeker. En volgens zijn ouders zat de muziek er bij Danny al van jongs af aan in. Als we ergens gingen, hij zong altijd. Hij was altijd aan het zingen? Altijd aan het zingen. Oh ja? Ja. Maar hebben jullie dat heel erg gestimuleerd? Van nu je ouders, hè? Nou, niet echt, hè? In het begin helemaal niet. In het begin, nee. In het begin helemaal niet. Nee. Want de reden daarom is omdat Danny dus een kleine verstandelijke handicap heeft. En ik zag er eigenlijk op tegen om dan de dorpsgek te laten worden. Oh, dus u was bang dat als hij dan zou gaan zingen, dat iedereen ach, wat schattig. Ja, wat schattig. En omdat hij dan een klein stoorninkje heet. En daar wilde ik dus voor zijn. Maar ja, bloed kruipt toch wat dan niet gaan kan, hè. En elke keer moest je weer zingen? Elke keer moest je zingen. Wanneer kwam dat moment bij jullie dan dat je dacht van, ja, nu is hij niet meer de dorpsgek, om maar zo te zeggen. Maar nu is het gewoon Danny die gewoon graag zingt. Het is moeilijk te zeggen qua leeftijd, maar je zegt van jaren 14. En dan gaf je ook aan dat je het heel erg leuk vond, dat je het zelf wilde. En omdat je het zelf wilde, nou ja, dan laat je hem dus gaan. En wat betekent dit voor hem dan, nu dat zingen? Oh, dat vind ik prachtig. Ja? Dit, hè? Ja. Oh, helemaal te gek. Dat Danny hier uit volle borst zijn nummer staat te repeteren is toch wel een klein wonder te noemen. Bij zijn geboorte zat zijn luchtpijp aan zijn slokdarm vastgegroeid. Hij moest geopereerd worden en tijdens een operatie heeft Danny zuurstoftekort opgelopen. Waardoor hij nu een verstandelijke beperking heeft. Voel ik me fijn, voel ik me rijk. Ik sla op de... Durm is er toch een kroon en zijn manneke dan hier staat. Zelfs als ze zeggen van het is afgelopen, maar we doen niet wij. Ja. En, maar dat is dus voor jullie ook heel bijzonder. 20 jaar geleden. Ja. Is het, want het is, we gaan niet bij je behandelen, het wordt niks meer. Echt waar, ze hadden hem eigenlijk opgegeven? Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel, maar en dan dit, hè? Oh man, dat is toch prachtig. Maar voor jullie als ouders is dat... Ja, echt. Ja, dat is echt leuk. Heel leuk. Hè? Ja, dat is heel bijzonder, kan ik me voorstellen. Ja.
Dat ging lekker. Ging goed, hè? Ja. Alleen de microfoon doet iets harder. Ja, het moet hier wat harder op je monitor. Doe je dat? Je hoort het niet goed genoeg. Nee, een microfoon. Maar dan moet je zo even vragen. Ja, dat ga ik zo op zeggen. Ja, tuurlijk. Maar hoe voel je? Ja, spannend. Ik voel me ja, gewoon leuk. Ik heb zin in morgen. Ja, want daar gaat het natuurlijk om. Het gaat morgen, dat ja, klopt. Ja, maar het feit dat je nu op zo'n groot podium staat... Met een band, hè? Voor het eerst speel je echt met een band, volgens mij. Ja, dat klopt. Ik vind het, ja, dat klopt eigenlijk. Ik, klop met een, ja, ik speel nu voor het eerst met een band. En dan, ja, ik moet heel erg wennen. Ja. Eerst spelen gewoon met een orkestbandje. Ja, dit is gewoon super om dit te ervaren. Ja, en nou heb jij dit bereikt. En dat komt omdat jij natuurlijk in Nederland gewonnen hebt. Ja. Bij het Nationale Songfestival. Bij het Nationale Songfestival. Had je dat verwacht? Nee, eigenlijk niet. Danny werd dit jaar uit meer dan 40 kandidaten gekozen tot winnaar van het Nationaal Songfestival voor mensen met een verstandelijke beperking. En toen won je dus? Ja. Nou, toen werd ik... Ik weet niet, maar ik werd helemaal gek. Toen je won? Toen ik won. Yeah! Ik stond echt zo... Nee, ik ben niet door. Ik ben serieus echt niet door. Ik geloof dat ik echt niks van. En toen stonden we op het plein te horen en toen zeiden ze het en in één keer... Toen begon het echt tot mij door te dringen. Toen begon het tot mij door te dringen dat ik door was. Helemaal super. En het gaat een hele mooie avond worden. Oké, okay, dankjewel. Dank je. Ja. Danny, onze 20-jarige trots uit Rossum. Hij moet het gaan doen voor Nederland met het nummer Blije Mensen. Dat het zwaar zal worden morgen is zeker, want de concurrentie van de andere landen is moordend te noemen. Denemarken heeft een complete eigen band meegenomen. Visueel aantrekkelijk. Maar het kan ook zijn dat de jury gevoelig is voor een mooie cover. En dat is toegestaan bij het bijzondere Songfestival. En Oostenrijk staat altijd voor show en spektakel. Ook de winnaar van 2001...